Zes zaken zijn vandaag in het 8 december strafproces aan de orde geweest. De gemachtigde van Dick de Bie heeft uitstel gevraagd in zijn zaak. Dit vertelt ons Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden van de 8 december moorden. Op de rol waren ook de zaken tegen Kenneth Kempus en Lucien Lewis. Die zijn vandaag wederom niet voor de krijgsraad verschenen en hebben zich ook niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. Volgens Esset maken ze geen gebruik van hun recht om zich te verdedigen. Is het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan is dat de zaak gewoon doorgaat en dat er dus geen tegenspraak op de eis. Want tegen hun is, ik weet niet wat tegen hun geëist is, hoor, maar ze hebben zich in ieder geval niet laten verdedigen. In ieder geval zijn daarna gevolgd de zaken tegen de heer Krolus en de heer Themen. Die zaken zijn, omdat de advocaat daarom gevraagd heeft, gezamenlijk behandeld door de heer Kanhai, omdat het verweer in beide zaken volledig identiek is. Dat verweer was niet zo direct spannend, omdat de auditeur militair in die zaken vrijspraak heeft geëist. En uiteraard heeft de advocaat Kanhai aangegeven dat dat volledig terecht is in zijn ogen. En heeft hij weer herhaald dat hij het een zeer kwalijke zaak vindt dat de Openbaar Ministerie deze twee personen überhaupt als verdachte heeft gedagvaard. De zaak die volgens Esset enigszins spannend was, was die tegen de verdachte Benny Brondenstein. Die heeft zich laten verdedigen door Irvin Kanhai. Het verweer van Brondenstein kan, naar zeggen van Esset, vergeleken worden met die van de hoofdverdachte, Desiree Bouterse, president van de Republiek Suriname. Want tegen beide is 20 jaar geëist. En ja, naar mijn gevoel, naar mijn idee, of bij mij overgekomen als een voornamelijk een politiek verweer. Strafrechtelijk is met name ingegaan op de amnestiewet die nog volgens de heer Kanhai dus nog steeds geldig zou zijn. En dat de aantal getuigen die volgens hem tegenstrijdige verklaringen afleggen. De krijgsraad, die volgens hem ook tegenstrijdig zou zijn in haar verschillende vonnissen. Kortom, daarin is wel verweer gevoerd. U zegt, meneer Kanhai, die geeft aan dat de amnestiewet nog geldig zou zijn. Ja. Dat zijn, is mijn vertaling van zijn standpunt. Omdat hij vindt dat vanwege de amnestiewet de auditeur militair onbevoegd zou moeten zijn, of althans dat hij niet ontvankelijk zou moeten zijn en dat de krijgsraad dus niet bevoegd zou zijn. En dat kan hij alleen maar baseren, en dat heeft hij ook zo gezegd, op het feit dat de amnestiewet dat voorschrijft. En hij gaat er dus vanuit dat de amnestiewet als wet nog overeind staat, wat op zichzelf juist is, alleen hij gaat er dan voorbij dat de krijgsraad specifiek in haar vonnis van juli 2016 heeft vastgesteld dat de amnestiewet door haar, door de krijgsraad, buiten toepassing wordt gelaten. Esset benadrukt dat de amnestiewet geldig is, maar voor het 8 december proces buiten toepassing blijft. Volgens de jurist moet er nog een antwoord komen op de zaak van Dick de Bie. Dat zal op 25 juli gebeuren. Daarna zal er een nieuwe ronde plaatsvinden. De auditeur militair zal namelijk repliek geven op alle antwoorden van de advocaten. Dat zal op 29 juli beginnen met de zaak tegen Bouterse. Volgens Esset zijn er geen zittingen voor morgen en donderdag op de rol.